middag. Het is 11:50 en ik ben uit mezelf wakker geworden. Ik had om 11:45 de wekker. Ik dacht ik ga zo lang mogelijk proberen te pakken wat ik pakken kan. Kijk deze twee. Ja. Ja. Ik dacht jullie hebben geen honger meer, want jullie hebben gisteren de hele dag kunnen eten zoveel jullie wilden. Dus dat is wel relaxed. Ik voel me ook niet eens echt heel moe. Ja, mijn ogen zijn nog wel een beetje slaperig, maar dat is niet zo gek. Aangezien ik wel echt net in mijn bed uit ben. Mijn haar is nog steeds wild van die vlechtjes. Eerst maar eens een borstel er doorheen. Ik heb een nagelafspraak zo meteen. Ik heb gisteren een mes in mijn vinger gestoken tijdens het poleren. Maar het is precies op dat randje. En dat is niet leuk, hè? En op de hand die ik het meest gebruik. En het is maar een heel klein plekje. Maar ik heb echt... Het irriteert als een malle. Omdat hij gewoon onhandig is. Ik ben dit keer wel één verloren. Maar het was niet heel opvallend. Omdat zeg maar de rest van de nagel er nog op zat. Dus ja, het was nog dezelfde kleur. Dus ik heb het best wel goed gedaan. Ik denk dat ik dit keer voor oranje ga. Ik heb er al over na zitten denken. Ja, dat vind ik leuk. En ik vind dit shirtje ook heel leuk. Er staat op, you make me wonder. Hij schijnt wel een ietsje pietje door. Ja, je ziet het op de camera ook wel. Maar, deze poes. Sorry. Nee. Nee. Ik praat te veel, zeg maar. Mama, je praat te veel, we willen meer eten. Nou, het is volgens mij gewoon weer bloedheet vandaag. Maar ja, ik heb toch maar vast een werkbroek aangetrokken. Want ik denk dat als ik van een korte broek naar een werkbroek moet, dat het leven alleen maar verrotter wordt. Dus ik accepteer het. En ik dacht dat het zou gaan regenen gisteren. Man, ik heb geen regen gezien. Ja, alleen eventjes rond een uurtje of 8. Maar het was een kwartiertje. Ik hou van regen. Vooral als het zo benauwd is als dit. En dit valt nog mee. I know, het kan veel erger. Volgende week zal het wel erger worden, want ik kreeg al een spraakbericht van Birdie. Ik dacht ineens, shit, ik heb helemaal geen contant geld. Maar, sorry, dat heb ik wel. Dat is het goede leven. Ik had nog echt precies 30 euro in mijn portemonnee van de fooi. As if ik het wist. Dus dat komt goed uit. Zo, ik loop naar buiten en ik heb een niesaanval. En ik heb geen hooikoorts, ik blijf het zeggen. Volgens mij is dit gewoon een verandering, zeg maar. Wel van geuren in mijn neus die iets doen, maar niet echt hooikoorts of zo. Ja, weet ik veel. Misschien is het heel licht. Maakt mij het ook uit. Ik nies gewoon. Verse nagels. Tijd voor een vers ontbijt. Zo, jongens. De sint weer gedaan. Ik heb gekocht een komkommer. Of eigenlijk beter gezegd. Alles voor een carpacciootje straks. Nou, een carpacciootje, een uitgebreide salade. Want het is diner. En voor nu lekker ananasjes. Die ga ik dan lekker door mijn yoghurt heen doen. Deels. Ik ga er ook eentje nu opeten. Mm. Birdie is beter bezig met gezond leven dan ik. Maar ik geef mijn werk de schuld. Want op het werk krijg je toch echt 80% van de tijd friet. Dus ik kan het niet helpen. Oh, wat een grappig plukje. Och, ik moet echt mijn haar wassen. Vanavond, als ik uit het werk kom, ga ik mijn haar wassen. Plechtig beloofd. Ik heb dus oranje. Want een bepaald mannelijk persoon in mijn leven heb ik laten kiezen. En zijn favoriete kleur was oranje. En ja, ik vind het ook echt wel leuk hoor. Anders had ik het niet gedaan. En het is al lang genoeg na Koningsdag, dus het moet ook wel weer kunnen. Ze heeft hem speciaal voor mij gemixt, want ik vond de felste oranje te fel en de andere te zacht. Dus ze heeft ze nu door elkaar gedaan en nu is het echt een tussenkleurtje. Het is wel lekker, je lijkt wel lekker bruin. Yes, happy. Lekker. Ik heb ze niet kort te laten maken, dat had ik de vorige keer al gedaan. En ik hou gewoon van lang. En nu zijn ze niet heel lang, maar ze kunnen niet langer, want anders breek ik ze allemaal af op het werk, maar... Ik zou ze het liefst nog langer willen. Ik vind dat mooi. Maar ja, zo is het leven. Een glaasje Rivella. Dat lijkt me echt een top idee. En dan even wat yoghurt. Mijn vader komt straks. Want we gaan eindelijk de spiegelkast ophangen in de badkamer. Ja, ik had ook niet gedacht dat de dag nog ging komen. Maar ik geloof dat hij eraan zit te komen. De badkamer gaat echt, echt weer een stap verder. Oh, mijn glazen zijn vies. En dan ja, kan ik ook eindelijk een keer die...
video maken. Want ik heb echt nog before en after beelden. Alleen het hele traject badkamer duurt oneindig. Maar nu het hele probleem. Nee, dat is geen probleem. Hij moet nog in de kar gezet worden. En je weet zeker dat het echt lang geleden is. Als je katten hem ondertussen zijn gaan gebruiken als krabpaal. Ja, knap hoor. Nou, ik ga eens kijken of het me lukt. Even kijken, hoe lang heb ik nog? Waar is mijn telefoon überhaupt? Oh, hier. Ik heb nog... Oh, 40 minuten. Kan ik in 40 minuten een badkamerkastje in elkaar zetten? Dat is de grote vraag. Tussen af en ook het plankje daaronder. Nou ja, je ziet dat daaronder echt, die komen nog vroeger onder vandaan en shit. Maar dat geeft op zich niet, want dat kan ik allemaal wel oplossen. En mijn vader heeft de nieuwe gaten geboord. Alleen, er zaten geen schroeven bij. Dus hij is nu even thuis schroeven halen. Maar ja, en het begint, ja, die buizen moet ik allemaal nog verven. Maar echt, jongens, ik beloof plechtig, er komt een einde aan de badkamer. Mam, ik heb de schoenen klaargezet. Als ik ze nu nog vergeet, dan beloof ik plechtig, dan kom ik ze morgen brengen. Mijn moeder moet mijn schoenen lenen en ik probeer ze al 2 weken mee te nemen. Want ze heeft ze zaterdag echt nodig voor het concert. Ik heb ze klaargezet. Papa, help mij, help mij, help mij. Ik moet dit niet vergeten. Ik heb ondertussen mijn carpacciootje opgegeten. Oeh, nou ga ik jullie neerzetten in het kastje. Kijken of het een beetje de juiste hoogte is. Perfect! En oeh, ik wilde alle spullen pakken, maar het ligt allemaal hierin. Oh, heerlijk dit. En ik heb even weer make-up opgedaan. Uiteraard zit het weer boven mijn ogen. Dus dat moet even... Oh, dit is lastig.
Ja, dit is het. Ik heb vandaag pas om 6 uur werken. Of ik moet pas, ik heb pas om 6 uur werken. Dus super relaxed en morgen ook. En morgen ga ik echt verder met de badkamer. Want ik kan dus nu met dat snoer van de wasmachine, dat ligt nog in de auto. Maar daarmee kan ik hem helemaal de hoek inschuiven. En dan halen we weer wat extra ruimte over. En dan is het de kwestie van de buisjes verven. Dan wil ik alleen nog nieuwe handdoeken kopen. Dan is het af. Dan kan ik de video af gaan maken. Dus wie weet volgende week en anders die week daarna. Ik ben echt blij. En ik heb een nieuwe scrunchie in. En die is ook echt te cute. Ik weet niet of je hem aan de achterkant goed kan zien. Maar het is echt een goede kop. Ik ga jullie in de oplader leggen. Of wel te verstaan. De camera. Want die was net leeg. En ik heb hem er heel even ingehaald. Maar niet lang genoeg. Dus dan zie ik jullie na het werk weer. Zo, ze is weer thuis. En de batterij is erop geladen. En het enige probleem is, nu ben ik leeg. Het is 2:52. Ik heb wel een snoer mee uit mijn auto genomen. En dat is echt... Ik heb echt zin om de badkamer verder aan te pakken. Ik hoop alleen dat die zin er morgen ook nog is. En ik ben echt kapot moe. Wat niet meer dan normaal is. Dus ik moet echt nog tandpasta kopen. Want ik ben met heel veel geweld mijn tandpasta aan het legen. Maar het houdt een keer op, weet je. Ik had vroeger mijn allereerste vriendje... Zijn moeder knipte ze altijd open. En dan verbaasde ik me over hoeveel er nog uitkwam. Dan knipte ze hem zo en dan ging ze gewoon met die tandenborstel om zeg maar leeg zitten scheppen. Het is echt wat je wel niet kan leren in je leven. Bedankt voor deze toevoeging. Mijn hersenen werken echt niet meer zo goed. Het goede nieuws is, ik kan morgen uitslapen zolang ik wil. Het slechte nieuws is, deze vlog moet morgen online. Dus die moet ik nog editen. Maar dat ga ik wel lekker in bed doen. Ik heb mijn bed gevonden. Ik weet dat ik beloofd had dat ik mijn haar vandaag zou wassen. Maar ik ga het één dagje opschuiven. Eigenlijk nog niet eens een dag. Want het is nu 3:00 s'nachts. En ik verwacht het morgen dan, als ik uit bed kom, lekker te gaan douchen. Lekker mijn haar wassen. Maar ik ben nu gewoon te moe. Het hele idee dat ik nog moest douchen stond me al tegen. Dus dacht ik, ja, waarom zou ik eigenlijk... Ik ga gewoon naar bed. Ik ga de vlog editen. Dit is hoe ik erbij lig. En morgen moet ik weer om 6:00 beginnen. Zo lekker. Ik wil eigenlijk wel nog even naar de Action. Want ik heb een aantal dingen die ik moet halen. Even kijken hoe het loopt. Oh, ik heb zo'n zin om te slapen. Dan weet je wel zeker dat je lekker gaat slapen. Dat is wel fijn. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Slaap lekker.